Dames en heren, van harte welkom bij het Spoorcongres 2021 met als titel Alle seinen staan op groen. Dit jaar niet vanuit een grote congreszaal ergens in het land, maar hier vanuit de studio in Rotterdam. We zijn op dit moment met bijna 150 mensen virtueel verbonden, heel erg fijn. Dat is het voordeel van ons online congres, zodat zoveel mogelijk mensen uit de sector kunnen deelnemen. Zeer welkom aan u allen. In plaats van één grote bijeenkomst op één dag bestaat het Spoorcongres 2021 uit maar liefst 3 talkshows op één dag. Alle 3 vandaag dus. We gaan het zo dadelijk tijdens de eerste talkshow tot 12 uur met hele interessante gasten uit de spoorwereld, uit de politiek en ook uit de logistiek hebben over de Green Deal en het imago van het spoorgoederenvervoer. Nu lijken de talkshows natuurlijk een beetje op een televisieuitzending, maar met één verschil. En dat is dat u actief kunt meedoen. En dat kunt u heel simpel door gebruik te maken van de chatbox. Een aantal van uw vragen zullen wij vandaag tijdens de 3 talkshows voorleggen aan onze gasten. En we zullen u ook een aantal keer via de poll om uw mening en input vragen. Doe dus vooral mee, praat mee, laat van u horen. Want zo maken we elkaar met elkaar een prachtig Spoorcongres 2021 van. En wat voor mij nu zo fijn is, is dat ik ook met een paar mensen van vlees en bloed vandaag hier in de studio aan tafel kan zitten. Uiteraard op veilige afstand. Hier in de studio aan tafel Karel Robinson, voorzitter van Rail Cargo Information Netherlands. En Caroline Koiter, de nieuwe directeur van Rail Cargo Information Netherlands. Karel en Caroline, van harte welkom. Dank jullie hier face-to-face te kunnen zien. Ja. Dankjewel. Caroline, jij bent op 1 november jongsleden begonnen als nieuwe directeur. Hoe was dat om in coronatijd te starten aan zo'n uitdagende baan? Nou, laat ik vooropstellen dat ik van uitdagingen hou. Dus de mensen die met mij samenwerken, die weten dat inmiddels wel. En in het najaar was iedereen al gewend aan het thuiswerken. En was het voor mij ook een hele mooie kans om in hele korte tijd met bijna 3/4 van het netwerk van Rail Cargo kennis te maken. En daarmee ook de plannen voor de toekomst in te zetten. En wat zijn de uitdagingen volgens jou voor de sector? Nou, ik praat liever over kansen. En op dit moment liggen er heel wat kansen voor ons. We hebben de Green Deal, waar ook deze sessie over gaat. Maar daarnaast ook het Europees Jaar van het Spoor. Ook nog de Model Shift regeling, waar later op de dag ook nog over wordt ingegaan. En we moeten vooral als sector kijken hoe we die kansen kunnen verzilveren. Vanuit Rail Cargo gaan we heel erg ons best doen om nog meer promotie te maken en voorlichting te geven. En ook betere samenwerking in te zetten met de topsector, Evo Venedex, verschillende partners. Zijn dat ook de prioriteiten voor jou als directeur van Rail Cargo? Ja, ik denk wel dat we op een stukje harder op de trom mogen slaan. En we hebben verschillende initiatieven die we dit jaar gaan uitrollen. Dat komt later ook nog ter sprake vandaag. Maar we gaan ook films maken met verschillende verladers. We gaan een stukje meer waardering, denk ik, ook wel uitspreken naar wat de sector doet en kan. En naar elkaar ook. Karel, de titel van dit spoorcongres is Alle seinen staan op groen. Hoe kijk jij op dit moment naar de sector na een aantal natuurlijk moeilijke coronamaanden? En staan alle seinen ook wel daadwerkelijk op groen? Nou, we hebben natuurlijk moeilijke coronamaanden gehad, zoals vele sectoren. Het is zich wel snel aan het herstellen. Er zijn een paar segmenten die nog wat achterblijven. Dan moet staal en automotive en zo nog een paar. Maar je ziet ook wel dat op dit moment heel veel nieuwe projecten gestart worden. En heel veel aanvragen zijn. Zelf kan ik dat best beoordelen aan het aantal wagons wat gevraagd wordt. En wat mooi is dat op dit moment gewoon enorm veel nieuwe wagons gebouwd worden. Zoveel zelfs dat er een schaarste is in capaciteit om de vraag aan te kunnen. En zo zie je weer initiatieven ontstaan om snel nieuwe werkplaatsen te bouwen om aan die vraag te voldoen. Nou, dan zou je kunnen zeggen, staan dan alle seinen op groen? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ik in meer dan 30 jaar dat ik in deze sector werkzaam mag zijn, ik nog niet heb meegemaakt dat er zoveel aandacht is voor spoorgoederenvervoer. En ja, dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Er zijn heel veel programma's en al die programma's zijn gericht, hoe kunnen we spoorgoederenvervoer nog competitiever, nog attractiever maken? En ik weet, er zijn ook diverse horbels en hordes die we moeten overwinnen. Maar ik durf toch te zeggen dat het sein op groen staat. En om in spoortermen te blijven zou ik zeggen dat het op hoog groen staat. Kijk, we gaan het vandaag hebben over de Green Deal en ook over het imago van de sector. Wat verwacht jij van vandaag?
Ja, daar komen vandaag heel veel experts aan het woord. En ik ben heel erg benieuwd hoe zij aankijken tegen de plannen die we nu hebben, de kansen die we nu zien, maar ook of zij nog meer verbeteringen zien of nog meer kansen zien waarmee we het nog sneller in kunnen voeren of dat we het nog beter kunnen maken. En ja, ik moet eerlijk zeggen, Wietse, ik heb er heel veel zin in en ik kan eigenlijk bijna niet wachten dat we werkelijk gaan beginnen met dit programma. Hartstikke goed. Nou, Caroline en Karel, heel veel dank voor de start. Ik zei het al even in de inleiding, we horen ook erg graag uw mening vandaag. De eerste vraag die we u graag voor willen leggen gaat over het nieuwe kabinet dat hopelijk ondanks alles voor de zomer geïnstalleerd kan worden. Wat zou u de nieuwe minister en staatssecretaris van INW willen meegeven voor het spoorgoederenvervoer? Er komen een aantal opties. En we zijn zeer benieuwd welke van de opties u graag het nieuwe kabinet zou willen meegeven. Kijk, zijn de opties in beeld? Thuis ziet. Komen zo in beeld, de opties. We vragen u daar een keuze in te maken. En met de uitkomsten daarvan gaan we zo meteen het gesprek met onze gasten aan tafel. Het jaar 2021 is door de Europese Unie uitgeroepen tot Year of the Rail. Het hele jaar door zullen er in heel Europa evenementen en initiatieven plaatsvinden om het aandeel mensen en goederen dat zich per spoor verplaatst te vergroten. Dit is een van de doelstellingen van de Europese Green Deal. Laten we aan de hand van een korte video eerst eens kijken hoe de Europese Commissie met het Year of the Rail een begin maakt met de realisatie van deze ambitie. Moving by train has many benefits. It's green, safe, smart, connects people and businesses. Trains are green and account for only 0.5% of transport greenhouse gas emissions in the EU. European Rail accounts for only 2% of the total transport energy consumption in the EU, while it carries over 11% of its freight and over 6% of its passengers. Less fuel means less pollution. Trains are safe. In fact, Europe's railways are among the safest in the world. High safety requirements are harmonized for all member states. So are the contingency management plans, which are continuously improved, just like today in this healthcare crisis, to ensure essential services to both passengers and transporters of goods. Innovative rail solutions are being developed to provide digital services such as mobile ticketing for passengers, tracking and tracing for freight transporters, and modern signaling and control systems for operators. Our rail companies are world champions and a valuable source of jobs and growth in Europe. So wherever you're headed, transporting, connecting, moving by train is your way forward. 2021, the European Year of Rail. Hier aan tafel in de studio in Rotterdam zijn drie gasten aangeschoven en ik stel ze graag aan u voor. Steven Lak, voorzitter van de Landelijke Spoorgoederentafel en ook bekend als de voorzitter van EVO Venedex. Wim van den Kamp, door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van INW benoemd tot Nederlandse ambassadeur voor het European Year of the Rail. En Henk van Dieren, voormalig chairman rail bij Samskip, een multimodel en tegenwoordig intermodel architect. En ook via een videoverbinding met Brussel is vandaag bij ons Tom Berendsen, Europarlementariër namens het CDA. Heren, van harte welkom. Wim van den Kamp, om met jou te beginnen. De Europese Raad en ook het Europese Parlement hebben 2021 uitgeroepen tot Year of the Rail. Wat zegt dit over het belang dat vanuit Europa wordt toegekend aan het spoorvervoer? Enorm veel. We zijn nu een jaar of 20 bezig, denk ik, met de zogenaamde modal shift. Dus van de weg naar de rail en naar de binnenvaart. En nu krijgen we een enorme injectie door de Green Deal. Want praten, dat kunnen ze in Brussel wel, maar daden, dat is vers 2. En het is mede de taak van de ambassadeur om spoorvervoer, zowel voor personen, want Nederland zet vooral even in op personen nu, als goederen, om dat te promoten. En ik hoop dat we die model shift, dat nu echt meer body krijgt en dus hogere percentages containers op de trein, en minder op de A15. Jij bent door de staatssecretaris Stientje Veldhoven gevraagd en je hebt dat geaccepteerd om de Nederlandse ambassadeur te worden van dat Year of the Rail. Hoe ga je die rol invullen?
Nou, primair zie ik mijn taak als een ambassadeur. Dus promoten van het spoorvervoer. Er zijn, het bleek ook uit het vorige gesprek, enorm veel kansen en uitdagingen. Grappig overigens dat er net werd gezegd, ik praat liever in kansen dan in uitdagingen. Maar die moeten wel gerealiseerd worden. En dat is toch nog wel vaak een probleem. Grensoverschrijdend spoorvervoer in Europa is nog steeds te nationaal. We hebben natuurlijk een techniek, we hebben beveiligingssystemen, we hebben personeel, wat enorm nationaal is opgevoed en geïntegreerd. En dat moet meer Europees worden. Ikzelf ben een enorme liefhebber van het woord seamless, dus zonder hinderingen. Ja. Mevrouw van Veldhoven praat over grensontkennend vervoer. Wat ik op zich nog veel mooier vind. Wat een woord. Ja, grensontkennend vervoer. En dat zegt alles over wat wij moeten doen. En ik zei al, de plannen in Brussel zijn goed, ja. Maar de vertaling naar die trein, hè, zodat die niet in Venlo hoeft te wachten, maar dat die direct door kan naar Duitsland. De aansluiting van de Betuwe-lijn op het Duitse spoorwegnet. De nieuwe trein vanuit Coevorden naar Scandinavië. Ja, realiseer het in de praktijk en dat is de uitdaging. Kun je ook iets vertellen over het programma dit jaar van het European Rail Year of the Rail? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje overweldigd ben bij de activiteiten. De staatssecretaris huurt mij in voor 1 dag per week. Nou, dat ga ik deze maand in ieder geval niet redden. Ik hoop dat het in juli wat rustiger wordt. Nee, maar er zijn heel veel activiteiten, congressen. Maar ook hopelijk in het najaar werkbezoeken op het werk zelf. We gaan met de trein van Lissabon naar Ljubljana om het Europese voorzitterschap over te dragen aan de Slovenen. En de bedoeling is om met de trein naar Glasgow te gaan, naar het grote COP24-congres in het kader van die Green Deal weer. Dus ik hoop dat de Green Deal een extra stimulans is om dat, praat ik nu even voor het goederenvervoer, om dat meer op de trein te krijgen. We zijn vandaag natuurlijk tijdens het spoorcongres 2021 bijeen met de hele spoorgoederensector. Hoe kan de sector zich volgens jou in dit bijzondere Europese jaar het beste laten zien? Nou, ik vind onbekendheid van de sector vind ik toch nog wel een aandachtspunt. Je merkt toch dat het een gesloten gezelschap is, maar ons kent ons. En ik denk dat het van belang is dat de Nederlander en daarmee de Europeaan meer met dat spoorgoederenvervoer verwant raakt. Bij het personenvervoer hebben we natuurlijk de hele discussie van gaan we nog vliegen op korte afstanden of gaan we dat niet meer doen. Je hebt natuurlijk bij het goederenvervoer dat seamless, dat moet wel denk ik nog sterker worden. Er zijn natuurlijk ook problemen met het geluid, maar laat ik in het kader van vanochtend weer spreken over uitdagingen van het geluid. Dat zijn denk ik de belangrijkste elementen. En ja, maar dan wordt het misschien een beetje te technisch. We hebben natuurlijk ook de last mile delivery. He, wat gebeurt er als jouw container op een goederenaanplacement staat en hij moet naar het bedrijf? Daar kunnen we tijd winnen. Het gaat ook om punctualiteit. Het gaat om capaciteitstoedeling op het spoor. De infrastructuurmanagers zijn belangrijke mensen om dat goederenvervoer meer grensontkennend te maken. Nou, al dat soort elementen wil ik het komend jaar bevorderen, meer bekendheid aangeven. En dit alles natuurlijk onder de paraplu van de Green Deal. Want praten over milieu is 1, maar daden met betrekking tot het milieu is 2. En daar hebben we niet zozeer ideologie voor nodig, als wel technische mensen die dat seamless kunnen tot stand brengen. Wim, heel veel succes in jouw rol als ambassadeur. Je zit er in ieder geval al goed in, merken we. Dus dat is hartstikke fijn. Steven Lak, als voorzitter van de Landelijke Spoorgoederentafel zit je geregeld in gesprek en aan tafel met politici en bestuurders. Hoe kijken zij aan tegen de bijdrage die de sector, de spoorgoederensector, kan leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen? Ja, ik merkte vroeger dat politici, zeker landelijke politici, moeite hadden om dat product spoorgoederen echt te zien. Maar ik zie een omslag.
Ik zie dat er meer aandacht is. Wim noemde het net al, vanwege duurzaamheid, ook vanwege congestie. Wat natuurlijk overal, zeker in kleine landen, speelt. Maar ook het belang van de internationale handel, die je daarmee op grotere afstand kan bevorderen. Er is ook een ontwikkeling economisch gaande dat we steeds meer in Oost-Europa zaken doen. En die moeten worden verbonden met elkaar, met onze havens. Dus ik zie op landelijk niveau, ook al stemmen goederen niet, zie ik wel een ontwikkeling ten goede. Je ziet het ook bij een staatssecretaris, die Stientje van Veldhoven, die de afgelopen jaren de voorstellen van de spoorgoederentafel heeft omarmd om de gebruikersvergoeding meer in lijn te brengen met wat in de ons omringende landen, met name Duitsland, het geval is. Waar ik denk ik nog wel aandacht zie die we nodig hebben, is het gesprek met de regionale bestuurders. Het spanningsveld wat er natuurlijk is voor burgers tussen geluidstrillingen en het economisch voordeel, dat we daar een goede balans in bereiken. Daar ligt voor de komende jaren zeker nog werk. Ik denk dat de veiligheid en ook de duurzaamheid, die staan denk ik bij iedereen wel heel scherp. De spoorgoederentafel ziet ook nog wel een aantal echte uitdagingen. Die hebben vooral te maken met het feit dat in Nederland het nodig is dat er voldoende geld voor infrastructuur, verbetering en onderhoud is. Als je die niet organiseert, dan kan ProRail zijn taak niet goed uitvoeren en zijn missie niet waarmaken. En die hebben we als spoorgoederenvervoerders en als verladers, gebruiker daarvan, nodig om te zorgen dat het product echt goed staat en goed blijft. We gaan straks ook in gesprek met ProRail, dus dat zullen we zeker ook meenemen. Wim van den Kamp stipt het al even aan, de zichtbaarheid ook van de sector. Jullie hebben in opdracht van de spoorgoederentafel een imago-onderzoek laten doen. Wat was de aanleiding daarvoor? Die aanleiding is eigenlijk toch die onbekendheid voor verladers dat dit product naast binnenvaart en naast wegvervoer een heel goed alternatief kan bieden voor hun, zeker op de lange afstand, maar ook binnenlands. Dus die onbekendheid was de aanleiding voor het onderzoek. En wat zijn de belangrijkste uitkomsten? Kun je er ons in meenemen? Ja, ik doe dat ook aan de hand van een paar sheets, als het goed duurt. Die komen nu in beeld. Eigenlijk zie je met de rode bolletjes zie je de aandachtspunten. En vier zaken springen eruit. Spoorgoederenvervoer moet meer inzetten op kosten, verbetering en rendementsvergroting om groei te kunnen bereiken. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste constateringen die we uit het veld terugkrijgen. Nationaal en internationaal moet er meer nadruk liggen op die procesverbetering. Wim noemde dat seamless. En die efficiëntieverhoging. Dat is voor de proceskant relevant. En het derde, dat heeft te maken met samenwerking. Alle spelers in die keten moeten gezamenlijk werken aan dat resultaat. Dat is iets, ook al is het misschien een kleine wereld, een closed shop, is iets wat best lastig is. Want er zitten commerciële tegenstellingen, er zitten dingen, belangen en er zitten ook, met name in Nederland, grote noodzaak om te zorgen dat infrastructuur top of the bill en top of mind blijft bij politici. Je ziet dat in de resultaten die we hier ook kunnen tonen. 72% van de bestaande verladers die dus gebruik maken van spoorgoederenvervoer is zeer positief. Dus als je er eenmaal op zit, dan blijf je erop. Dat is goed. Waar de uitdaging ligt is met name bij deze categorie. Dat zijn de mogelijke gebruikers. Ook een onderdeel van het verladersonderzoek wat gedaan is. En daar zie je dat net boven de 50 is. Dus daar is werk aan de winkel. Dus dat zijn voor ons de belangrijkste constateringen uit dit onderzoek. Ja, kan ik me voorstellen dat de mensen thuis denken van, nou, daar zou ik eigenlijk wel iets meer over willen weten, over dit imago-onderzoek en over de uitkomsten daarvan. Dat kan ook, want op 22 april aanstaande organiseert Rail Cargo een verdiepingsseminar over de uitkomsten van het imago-onderzoek. En u kunt zich via de website daar ook voor aanmelden. Steven, wat gaan jullie met de uitkomsten doen van dit imago-onderzoek? Ja, wij zetten in eerste instantie in op een campagne die trots op de sector, lef en zekerheid uitstraalt. Want het product moet herkend worden. Men moet het kunnen vinden, men moet het kunnen waarderen. En dat is dus ook vaak ambassadeurswerk. We hebben een gezamenlijk motto daarvoor. En die zal ik nu aan jullie kunnen tonen, hoop ik. Ja, daar komt die. Als het goed is. Rail Freight, the future is ours, is ons gezamenlijke motto voor de campagne. Daarmee geven we aan dat er een belangrijke rol is weggelegd
voor spoorgoederenvervoer ten bate van verladers in binnen- en het buitenland. Met alle voordelen die spoorgoederenvervoer met zich meebrengt. Duurzaamheid, veilig, snel en zeker. Een campagne waar we ook niet wegkijken voor de hobbels die we nog moeten nemen. Karel noemde daar al een aantal. Maar ook dat we inzoomen op de verbeteringsmijlpalen. Wanneer zijn we klaar met volgende stappen? Wanneer is ons huis op orde? De innovaties onder de aandacht brengen. Oplossingen en zaken die ons verbinden. Een campagne die gericht is op de nabije toekomst, maar ook op de komende 10 jaar. Die groeiambitie die we hebben als spoorgoederentafel en als hele sector, die moeten we in die periode echt waarmaken. En niet alleen met oog op Nederland, maar juist ook voor de belangrijke plek die we hebben als Nederland voor de Europese handel en industrie. Een campagne waar iedereen aan samenwerkt in deze sector, dat is al vrij uniek, en iedereen ook zijn eigen bijdrage moet en kan leveren. Want het is een sector met toekomst die we samen zullen maken. En vandaar dit motto, Rail Freight, the future is ours. Hartstikke mooi, Wim. Dit, denk ik, voldoet precies aan het punt wat jij maakte, de zichtbaarheid ook van de sector. Absoluut. Kijk, wat Steven ook zei, de ingewijden die weten precies wat we kunnen en wat ook weer de uitdagingen zijn. Maar juist in het kader van die hele duurzaamheidsdiscussie, waarvan ik vind dat die nog veel te ideologisch is en te weinig met feiten en resultaten komt, dat is nou het grote voordeel van deze campagne, dat we het gewoon nog breder uitrollen en met name bij die verladers. Want die verladers die er eenmaal in zitten, wat Steven zegt, die weten hoe het werkt. Ja. Maar we moeten mensen over de grens, letterlijk over de grens helpen. En laten we eerlijk zijn, de wegsector is zeer concurrerend. En ja, daar moeten we het op een eerlijke interne marktwijze tegenop nemen. Ja. Even veel succes met de campagne. Hartstikke goed. We hebben een goede leiding. Carolien, die eerder in de uitzending was, die trekt namens spoorgoederentafel die campagne. Hartstikke goed, mooi. Dan gaan we weer terug even naar de Green Deal, een veelomvattend plan vanuit Europa. En we hebben nu verbinding met Brussel, met Europarlementariër Tom Berendsen. Tom, goedemorgen. Tom, is de Green Deal goed nieuws wat jou betreft? Is dat echt een kans voor het spoorgoederenvervoer? Nou, laat ik even beginnen met hier vanuit Brussel douze point te geven voor de organisatie. Want heel fijn dat we op deze manier toch de discussie kunnen voeren. Ik denk dat de Green Deal een goed nieuws is en een kans voor het spoorgoederenvervoer. Het is natuurlijk een grote opdracht in Europa. Het hele continent moet klimaatneutraal worden in 2050. Tot op heden is de Green Deal ook vooral een hele grote bak met ideeën. En dat betekent dat de komende weken, komende maanden, komende jaren daar uitwerking aan gegeven gaat worden. En als ik dan kijk naar Nederland, we moeten die model shift gestand geven. Dat betekent investeren in digitale systemen. Maar in heel Europa zullen we ook moeten investeren in de infrastructuur. Kijk naar de problemen in de Rijnvallei op dit moment. En die oproep aan de sector zelf, die zou ik wel willen steunen. Want hier in Brussel gaat het vooral heel veel over hoe wij mensen uit het vliegtuig krijgen en met hoogsnelheidslijnen van hoofdstad naar hoofdstad in Europa gaan krijgen. Maar ja, jullie weten ook dat als daar heel veel treinen van gaan komen, dan zou dat het spoorgoederenvervoer ook nog wel eens in de wielen kunnen rijden. Dus ik sta vierkant achter de aanstelling van Wim als ambassadeur. Zeer machtig in het Europese parlement geweest op het gebied van transport. Nog dagelijks vraagt de Eurocommissaris transport advies aan hem. Dus ik zou tegen de sector willen zeggen, maak er gebruik van voor je lobby. Nou, die boodschap is goed overgekomen. Tom, in het Mobility Strategy document van de Europese Commissie uit december 2020 wordt gesproken over een verdubbeling van het spoorgoederenvervoer in 2050. Nu is 2050 natuurlijk nog ver weg. Laten we eens even kijken naar 2030. Wat is volgens jou en het CDA daar een realistische doelstelling? Nou, wat met name een realistische observatie is, is dat in die hele Europese ambitie Nederland gewoon een hele belangrijke rol gaat spelen. Wij zijn de poort naar Europa. Dat betekent dat in onze havens begint eigenlijk al de keuze hoe gaan we dingen vervoeren door Europa heen. Dus daar willen we die model shift verwezenlijken, dan begint dat in Nederland. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Die logistieke hubs verbeteren. Ik denk dat dat realistisch is. De terminals opbouwen, beter aansluiten. Ik denk dat dat realistisch is. Ja, en die langere treinen laten rijden. Ik denk dat dat ook realistisch is voor Nederland en Europa. Maar ook daar moet nog een hoop gebeuren. En ik kijk stiekem ook een beetje daarvoor naar het herstelfonds vanuit Europa. Er ligt flink wat geld in Brussel op de plank om sterker uit de crisis te komen, om de economie te versterken. Ja, dit is wel een sector waar we dat zouden kunnen bereiken. Dus ik zou ook zeker in Den Haag de hand opsteken als sector. Hartstikke mooi. Hoe vertalen de Europese ambities, die natuurlijk schitterend zijn en ook opgenomen zijn in de Green Deal, zich nou specifiek ook naar Nederland? Heb jij daar nog ideeën over? Ja, het zijn eigenlijk de punten die ik al noemde. Dus de digitale systemen, ook de ERTMS bijvoorbeeld, de logistieke hubs. Daar zal verbetering moeten plaatsvinden, wil je die ambities kunnen verwezenlijken. Dus zowel harde infra als digitale systemen, ik denk dat je daar de komende jaren dat effect echt gaat merken. Ja, en laten we hopen inderdaad dat de sector ook kan laten zien dat ze concurrerend kunnen zijn met het wegvervoer. Want daar zit natuurlijk een belangrijke opdracht. Ja. De komende jaren zal er natuurlijk vanuit Brussel ook gewerkt worden aan beleid rondom spoorgoederenvervoer. Waar denk jij dat de discussies met name over zullen gaan? Ja, die lopen soms wat anders dan wij in Nederland er tegenaan kijken. En ik denk dat dat wel interessant is om wat te belichten. Kijk, in Nederland hebben we het over multimodaliteit, digitalisering, logistieke hubs. Ja, in bepaalde landen in Europa denken ze überhaupt gewoon aan, kunnen wij een spoor aanleggen zodat wij verbonden zijn? Dat is één. Twee, wij zien heel veel potentie in het spoorvervoer. Er zijn ook landen in Europa die vooral ook economisch en qua werkgelegenheid heel erg steunen op de transportsector, het wegvervoer. Dat betekent dat daar belangen zitten en dat zal onderdeel zijn van de discussie. Ja, en de laatste die ik toch ook nog wel verwacht is eigenlijk een geopolitiek aspect, om het zo maar even te zeggen. We zien natuurlijk China hevig investeren in Oost- en Zuid-Europa voor de nieuwe zijderoute. Ja, Europa zal daar ook een antwoord op willen formuleren. En deze sector is daar natuurlijk de aangewezen sector voor om daar extra middelen voor vrij te maken. Oké, Tom. Tom Berendsen, Europarlementariër namens het CDA. Fijn dat je bij ons kon zijn vanuit Brussel en veel succes met jouw werk daar in het Europarlement. Dank u wel. Gaan we hier aan tafel naar Henk van Dieren. Henk, fijn dat je er bent. Jij bent in 2018 BS Spoorman van het jaar geworden door jouw lange verdiensten in de sector. En nu hebben we een primeur, dames en heren. Dat is namelijk dat vanaf nu de lijn open staat voor nieuwe voordrachten voor een spoorman of spoorvrouw van het jaar. Een spoortalent en ook een spoorverlader van het jaar. Laten we heel even kijken. Henk, jij loopt al lang mee, spoorman van het jaar 2018. Wat is er volgens jou nodig om het spoorgoederenvervoer echt naar een volgende groeistap te brengen? Nou, volgens mij is er meer samenwerking nodig tussen verladers en de transportindustrie. Dus we moeten ook proactief zijn. Maar ik zie ook om me heen dat er meer samenwerking moet komen tussen de spoorvervoerders. Dus geen overnames, want dan krijg je dus een monopoliegedrag. Dat werkt weer kostprijsverhogend. Want je ziet gewoon dat bepaalde treinen niet vol zijn. Nou, dat werkt op dit moment niet meer. Dat was in de jaren begin 90. Als je 85% vol zat, dan ging het nog. Maar op dit moment lukt dat niet meer. Dus meer samenwerking tussen de spoorbedrijven. Ja, en we zullen samen onder ogen moeten zien, wat net al door de twee andere sprekers ook opgemerkt is. Als wij de doelen van 2030 willen halen, die 30% van de CO2-vermindering, ja, dan zullen we wel samen moeten werken. Nou, daar moeten we proactief aan deelnemen als sector en ook als transportindustrie, de klanten die wel intermodaal gaan, laat ze achter een jaar weten hoeveel CO2 ze bespaard hebben en dat maakt ze ook enthousiast, dat ook hun bedrijf meedraagt aan een beter milieu en betere leefbaarheid, want de onbekendheid, wat net al opgemerkt is, ja, dat is er bij sommige bedrijven wel, dus daar zullen we echt moeten aan doen. En ja, het wegvervoer, wat net opgemerkt is ook door Tom in Brussel, dat is concurrerend. Maar goed, wij hebben bewezen dat het over spoor ook concurrerend kan zijn. We zijn begin jaren 90 begonnen met 150 units, 200 units per jaar.
En in de topjaren zaten we op 100.000 units. Dus het, is, het werkt wel. Alleen, je moet proberen die trein zo vol mogelijk te krijgen. En dat is samenwerking tussen verlader en de transportindustrie. Ja, samenwerking zeg je. We hebben het natuurlijk nu over de Green Deal. Is dat volgens jou de aanjager die deze stap ook gaat helpen maken? Of is er misschien meer nodig? Nou ja, de klanten zijn wel enthousiast, de verladers. Maar uiteindelijk is dan toch weer de prijs doorslaggevend. Maar een voorstel zou kunnen zijn om de verladers die dus groen gaan vervoeren, om die dus een extra stimulans te geven. Bijvoorbeeld door de goederen die intermodaal of short sea of binnenvaart vervoerd zijn, om die bijvoorbeeld een extra belasting een voordeel te geven, de vrachtkosten dubbel aftrekken. Dat zou een goede hint zijn. Want er zijn natuurlijk in het verleden honderden miljoenen aan steun gegeven vanuit Brussel voor projecten dat wat nooit wat geworden is en waarvan ik zelf vanaf het begin al zei, dat gaat nooit wat worden. Ze gaan starten met een nieuwe spoorverbinding, maken klant enthousiast, de prijs gaat kapot. Over een jaar of anderhalf jaar is dit subsidiepotje leeg, ze stoppen ermee en de verladers moeten op de knieën terug naar de wegtransport als ze er nog zijn. En dat geeft frustratie en dat werkt absoluut tegen het imago van spoor. We verliezen de betrouwbaarheid. En dat moeten we niet willen. Nee. In je functie bij Samskip, voorheen lag de focus aanvankelijk meer op de weg, heb ik begrepen. En de laatste twee decennia is ook heel veel geïnvesteerd in dat intermodale vervoer, zoals je al aangaf. Wat is de reden daarvoor dat die op een gegeven moment die shift heeft plaatsgevonden binnen je eigen bedrijf toen? Ja, toen was het nog Van Dieren Maritiem. Toen, ik heb veel gereisd naar Oost-Europa en ik had ook wel iets met trein, hoor. Dat was wel een beetje een virus van me, maar goed. Ik had iets met treinen en wij hadden ook klanten in Scandinavië die dus toen al begonnen aan duurzaamheid. En toen zijn we aan de rekening gegaan en toen bleek toch dat dat de oplossing was. De Duitse mout kwam toen natuurlijk, daar reelden we dus keurig om mee. Wij gingen ook bij klanten uitleggen dat ondanks dat we een dag per transittijd nodig hadden, dat wij als spoorvervoerder als rolling stock konden functioneren. Dat was een win-win situatie. Dus dat sloeg ook wel aan bij verschillende klanten. En nogmaals, duurzaamheid was de focus in Scandinavië groot. Je kon ook meer laden intermodaal. 12 tot 15% kon je meer laden op het spoor. Dus dat gaf eigenlijk wel de doorslag dat we daarmee begonnen zijn. Ja, en wat ik zei, we zijn met 200 ladingen per jaar begonnen en de top was 100.000 per jaar. Dus het kan wel en als we daar niet mee begonnen hadden, dan hadden wij niet meer bestaan. We hebben vandaag natuurlijk de ambassadeur voor de Year of the Rail bij ons, bij Europarlementariër Tom Berendsen. Is er nog iets wat jij Wim van der Kamp en Tom Berendsen zou willen meegeven? Nou ja, ik denk dat belastingvoordeel, dan komt het geld bij de mensen terecht die ook mee investeren. Dus dat zou een punt zijn dat zij nou, we gaan voor een periode van 3 tot 5 jaar die mensen wat voordeel geven. Ja, en de betrouwbaarheid van het spoorvervoer, daar zullen we wat moeten doen. Net is de, Tom Berends noemde de Rijnvallei, maar we hebben natuurlijk Rastad gehad. We zitten nu met de trailerbijn in Denemarken, waar wij dus direct door getroffen worden. Ja, een bijna ongeluk voor een nationale trein met een wagon, die was in ieder geval meer dan 20 jaar oud. En dan gaat Denemarken die trailerbijn erin zetten, dat we er niet meer door kunnen. Nou ja, ik denk ook als je ziet, we zitten in de EU en er kan één land die zegt, nou ik stop die trailers voorlopig. We dachten eerst dat het 2 of 3 weken zou duren. We zitten nu al op 3 maanden, we zijn al een paar miljoen kwijt aan extra kosten die we gemaakt hebben. Want als we nu tegen de klanten zeggen, we kunnen niet laden, ja, dan drijven we ze terug naar het wegvervoer. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dus we zullen gewoon aan de betrouwbaarheid van het spoor, daar zullen wij in Europa wat aan moeten doen. Een voorbeeld is, een jaar of 15, 16 geleden hebben we in Zweden die storm gehad, die dus in 3 uur tijd over Zuid-Zweden raasde. Toen werden er meer bomen omgewaaid dan ze in een hele jaar kappen in Zweden, en er zijn er wat. Zo. En dat is vrij snel opgeruimd en daarna hebben ze de beslissing genomen dat 30 meter van de hoofdlijnen van het spoor zijn de bomen weg. En vanaf dat moment hebben wij in Zweden nog geen problemen meer gehad met bovenleidingen of bomen op het spoor. Maar in Duitsland is dat nog wel het geval. Ja. Ja,
Dus daar moet wel aan gebeuren. Belastingen, bomen hoor ik je. Wim, zijn dat punten waar jij iets mee kan, ook in je rol als ambassadeur, denk je? Het lijkt mij als ambassadeur verstandig om weg te blijven bij de belastingen. Maar belonen en benoemen, dat vind ik wel een goed element in het verhaal van meneer Van Dieren. Ik moest even denken tijdens zijn uiteenzetting aan Wakker Dier, hoe die Albert Heijn hebben aangepakt met de plofkip. Ja. En dat denk je misschien wat een rare vergelijking, maar het belonen van mensen die verladen via het spoor, dat vind ik door hen ook te benoemen in positieve zin. Ja, en dan herhaal ik even, daar ben ik toch ook wel van geschrokken hoor, de afgelopen 10 jaar, hoe nationaal onze systemen nog zijn. Ik geloof dat in die 27 landen de inzet om het spoorgoederenvervoer te verbeteren, die is absoluut aanwezig. Ja. Maar er is een stevige concurrentie met de weg. En die grensontkenning, die zit er nog te weinig in. Oké. Nou Wim, hartstikke goed. En ik denk dat het duidelijk is dat bij bestuurders en politici staat het spoorgoederenvervoer dus in ieder geval goed op het netvlies. Maar hoe zit dat eigenlijk bij het grote publiek? Hoe kijken zij aan tegen hoe de duurzaamheidsdoelstellingen het beste kunnen worden gerealiseerd? Draagt het vervoer van goederen via het spoor bijvoorbeeld bij aan het oplossen van het klimaatprobleem? Onze reporter ging voor ons de straat op en vroeg onder andere deze vraag. Kijk even mee. Als ik zeg Green Deal, dan gaat er bij de kenners natuurlijk een groen lampje branden. Maar wat weet de burger op straat van de Green Deal? En hebben ze er dus van gehoord? Dat hebben we toen niet gedaan. De toekomst is het spoor. Als ik u vraag, de Green Deal, heeft u daar wel eens van gehoord? Ik heb er wel eens van gehoord, ja, maar de echte details weet ik niet zo snel, nee. Ik heb de naam wel eens gehoord, maar wat het dan inhoudt, dat durf ik zo niet te zeggen. Groen, duurzaamheid. Nou, ik vermoed dat het met groene stroom te maken heeft. Volgens mij is dat Europees beleid, ook met Frans Timmermans. En dat is een beetje van hoe gaan we toch iets met klimaatverandering doen op Europees niveau ook. Ja, waarschijnlijk een pact die er aan moet bijdragen dat alles groener wordt. Als ik zeg Green Deal, wat voor lampje gaat er bij u branden? Het zal gaan over duurzaamheid en ik sta hier voor het Amstelstation, dus waarschijnlijk heeft het te maken met duurzame initiatieven rond vervoer. Nou ja, je hebt het over met de trein, dus groene reizen, dat je daar een korting op krijgt. Draagt het goederenvervoer via het spoor bij aan een beter milieu? Het goederenvervoer? Ja, dus echt eigenlijk het vrachtvervoer, ten opzichte van vrachtauto's of met de boot of luchtvracht. Ik denk het wel. Het hangt er ook vanaf hoe ver en waar vandaan en hoeveel. Ja, ik denk het wel. Oké, moeilijke vraag. Ja. Ik heb er niet zo'n zicht op hoor. Dat zou goed kunnen. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Lijkt me dat er heel veel in een trein tegelijk kan. En best wel direct van plaats naar plaats, zonder dat er veel... Vrachtwagens sneller hoeven, denk ik minder files daardoor. Wat denk je dat het meest efficiënt is voor het milieu? Nou, ik denk via het spoor. Ja. Toch? Wordt toch het minst uitgestoten? Dames en heren, CO2-neutraal. Het spoor heeft de toekomst. Welkom terug in de studio in Rotterdam. Tijdens het filmpje zijn 3 nieuwe gasten aangeschoven. Arno van Deursen, Operations Manager Nederland en Duitsland van Lineas. Jay Baladin, Commercial Director bij de Port of Rotterdam. En digitaal bij ons aanwezig is Pieter van Tongeren, Director Outbound Logistics Supply Chain bij Tata Steel Europe. En ook tevens voorzitter van de Raad van Spoorverladers bij Evo Venedix. Alle van harte welkom. Aan het begin van de uitzending vroegen we u wat u de nieuwe minister en staatssecretaris van INW wil meegeven voor het spoorgoederenvervoer. Erg leuk dat u massaal heeft gereageerd. En laten we ook even kijken wat u heeft aangegeven. Ik heb hier de uitslag voor mij. Op nummer 1, wat u heeft aangegeven, het belangrijkste om aan de nieuwe staatssecretaris en minister mee te geven, is de infrastructuur op orde. 40% van u gaf dat als belangrijkste prioriteit aan. Op de tweede plaats, meer spoorcapaciteit voor het goederenvervoer, 26%. En op de derde plaats, technische harmonisatie van de spoorweginfra met Duitsland. Dat was 16% van u gaf dat als topprioriteit aan. Jay Baladin, is dat een verrassende uitkomst voor jou? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dit wel in lijn is met wat we allemaal denken en zien op het spoor.
Bij de Poort of Moerdijk merken wij ook, hè, vooral de first mile en de last mile, dat daar de aandacht op moet komen te zitten om het spoor maximaal uit te kunnen nutten. Dus nee, hartstikke logisch. Ja, ja. Pieter van Tongeren, via digitaal met ons verbonden. Pieter, ook een hele goede morgen. Is de infrastructuur op orde, is dat ook een topprioriteit voor jullie? Ja, ja, absoluut. Goedemorgen allemaal. Infrastructuur op orde is voor ons heel erg belangrijk. Maar dat staat exact naast capaciteit op de spoor. Want Tata heeft als verlader een zeer hoge pet op van railvervoer. Wij zijn zo'n verlader die, kan ik wel zeggen, meer dan 100 jaar spoor gebruikt. En we zijn een groot fan van spoorvervoer. Maar voor ons betekent dus dat het spoor ook op orde moet zijn. De infrastructuur moet op orde zijn. We moeten er goed over kunnen rijden. Want die keten is voor ons heel belangrijk. Je moet niet vergeten, wij brengen onze spullen naar de automotive industrie bij klanten die hoge eisen aan ons stellen. En het moet daar op tijd zijn. Ik zal u een voorbeeld geven. De problemen die we begin van dit jaar hebben gehad met de sneeuw, die verbaasden mij zeer. Want die hadden alles te maken, hoe heb je je infrastructuur op orde en hoe kun je met dit soort calamiteiten omgaan? Absoluut, dus infrastructuur moet goed. Ook omgaan met calamiteiten rond het spoorvervoer hoort daar ook bij. Ja, uit het filmpje wat we net zagen, Pieter, zien we dat de burger in ieder geval veel waarde hecht aan het spoorgoederenvervoer. Ik denk dat dat al een mooie boodschap is voor de nieuwe minister en staatssecretaris. Wat zou jij de nieuwe staatssecretaris en minister zelf nog verder willen meegeven? Nou, ik zou heel graag willen meegeven dat capaciteit op het spoor, ruimte voor het goederenvervoer op spoor en een gelijkwaardige behandeling van goederen en personen op het spoor is heel belangrijk. Capaciteit op het spoor is nodig, want we hebben in voorgaande sprekers ook horen zeggen, model shift van weg naar spoor. In sommige gevallen hebben wij ook zelf model shift van binnenvaart naar spoor. Als je dat allemaal door wil zetten en ook je multimodaal vervoer wil laten groeien per spoor, heb je meer ruimte nodig. En dat is een absolute voorwaarde om succesvol te zijn in de toekomst, in het spoor. Ruimte voor goederen. Helder. Arno van Deursen hier aan tafel. Jij werkt bij Lineas, hebt daar een belangrijke functie. Lineas is een van de grootste, of misschien wel de grootste private spoorvrachtoperator van Europa. Nou, we hebben het natuurlijk over de Green Deal en in de Green Deal staat onder andere ook opgenomen dat 17% van de goederen op dit moment in Europa over het spoor gaan. Maar dat percentage dat moet flink omhoog. Wat is er volgens jou nodig om dat percentage van 17% ook echt omhoog te krijgen? Kijk, daar zijn we natuurlijk mee eens, hè, dat het percentage omhoog moet. En ik denk Wim van den Kamp die zei het als een mooi seamless transport. Hè. Ik denk dat het moet net zo makkelijk worden met een trein door Europa rijden als dat je met een truck door Europa kunt rijden. Dat staat voorop. Daarnaast denk ik dat de model shift, hè, dat moet ook een mental shift worden. Het moet echt in de hoofden van de mensen gaan zitten. En dat betekent dat er ook invulling aan gegeven moet worden. Zoals dat ze hier in Rotterdam zeggen, hè, geen woorden maar daden. Daarnaast zie je, om seamless transport te bereiken, moeten er een aantal barrières geslecht worden. Ja. Die zijn er nog steeds in Europa, die zijn er ook in Nederland. Denk daarbij aan al die verschillende beveiligingssystemen die we nog hebben. Landelijke taaleisen voor machinisten. Hè? Hoge infrastructuurkosten, hoge parkeerkosten voor treinen. Nou, dat moet geslecht worden om tot een level playing field in Europa te komen. En dat het spoor zich verder kan ontwikkelen en meer goederen op het spoor kunnen krijgen. Investeren in de infrastructuur. Uit de pol kwam het al naar voren. Hè? Dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk, want we moeten zo snel mogelijk ook met die lange treinen kunnen gaan rijden. 740 meter treinen in Europa. Dat is belangrijk. Dan benut je de capaciteit maximaal. En kun je ook veel goederen snel over een lange afstand vervoeren. Investeren in spoor. Investeren in spoorgoederenvervoer is volgens mij investeren in maatschappelijk welzijn en in een gezonde toekomst. Ja. Dat moeten we absoluut doen. Heel goed. Model shift, je noemde het net ook al, dat woord valt een aantal keer. En jij loopt al lang ook mee in de sector. Je hebt veel gewerkt ook met verladers. Ja. Wat hebben verladers nou echt nodig, denk jij, om die overstap te kunnen maken van vervoer van hun producten over de weg
naar het spoor? Ik wil eerst nog even een stapje terug maken. Als je kijkt naar spoorgoederenvervoer, wat de voordelen daarvan zijn. De Green Deal, en daar wil ik ook even bij blijven. Ja. Spoorgoederenvervoer stoot 9 keer minder CO2 uit dan wegtransport. 8 keer minder luchtvervuilend. Ja, verbruikt 6 keer minder energie en is veiliger. Dat alleen al is een reden om die switch te gaan maken. Maar daarnaast moet je natuurlijk wel een concurrerend, betrouwbaar en flexibel product bieden aan de markt. Want alleen om die eerste reden, en Henk van Dieren zei het ook al, het gaat ook om de prijs. Je moet echt een goed product kunnen bieden. Daarnaast moet het spoor ook toegankelijk zijn voor een verlader. Hij moet snel kunnen wisselen van wegtransport naar spoor. Dat betekent dat het eenvoudig moet worden. Hè? De toegankelijkheid moet verbeterd worden. Daar hebben we denk ik nog zeker stappen te maken. Het moet zo worden als dat je iets bestelt op internet. Eenvoudig om je zending op het spoor te zetten. Ik denk ook dat spoorgoederenvervoer absoluut complementair is aan het wegtransport. Het is niet mogelijk om al het vervoer per spoor te gaan doen. Ze zijn complementair aan elkaar en dat betekent dat je de synchromodaliteit moet gaan stimuleren. Hè? Henk van Dieren zei het ook al, misschien belastingvoordelen, maar ik denk stimuleren kun je ook doen door verladers, hè, als ze in multimodaal equipment gaan investeren, zorg dat ze daarvoor beloond worden. Dat is belangrijk. Digitalisering in de sector is ook belangrijk. Spoorvervoer is niet uitgeblonken in innovatie in die 175 jaar. Wim van den Kamp zei het ook al, hè, vooral nationaal ontwikkeld, maar niet internationaal ontwikkeld. Digitalisering en innovatie, daar hebben we ook nog stappen te maken. Dat zal ook de stap makkelijker maken om van de weg naar het spoor te gaan. Over innovatie gaan we het overigens in de derde talkshow vandaag uitgebreid hebben. Heel goed, uitgebreid, heel belangrijk. Ja. En zoals ik al eerder zei, en daar blijf ik bij, het moet net zo eenvoudig worden, net zo makkelijk worden om met een trein door Europa te rijden als met een truck. Ik realiseer me, je hebt geen glazen bol, maar toch, als we eens even kijken naar 2030, op welk percentage zouden we dan moeten kunnen staan? Die 17% nu? Kijk, er zijn enorme stappen te maken, hè? Internationaal, die ik net al aangegeven heb en de panelleden ook al. Maar we zouden zeker voor 25% moeten gaan. Dat moet haalbaar zijn. Nou, dat is een mooi streven. Pieter van Tongeren, Tata Steel is natuurlijk een vertegenwoordiger van de zware industrie in Nederland. Welke rol speelt het spoorgoederenvervoer voor Tata? Het spoorgoederenvervoer voor Tata is een groot deel van ons pakket. Van onze 6,5 miljoen ton die wij afvoeren vanaf IJmuiden, doen wij meer dan 2 miljoen ton over spoor. Dat is zowel afvoer van eindproducten als aanvoer van grondstoffen. En spoor is voor ons ook heel belangrijk, omdat wij met onze CO2-verlagingsambities dat ook willen bereiken door meer van weg naar spoor toe te gaan. En we zijn daar de afgelopen jaren al heel succesvol in geweest, want we hebben dat verlaagd van 10% tot 20%. Dus we zijn al grote stappen aan het maken. We hebben al heel veel op spoor gezet en we zijn nog meer op het spoor aan het zetten, ook binnenlands vervoer. Dus voor ons is spoorvervoer heel belangrijk. Het is een ideaal transportmiddel om vanuit onze eigen plant in IJmuiden te laden en rechtstreeks naar klanten te brengen. Dus het past helemaal in ons logistiek concept. Ja, Pieter, jullie doen dus al heel veel aan spoorgoederenvervoer. Wat is er nodig om nog meer aan spoorgoederenvervoer te doen? En waar loop je ook tegenaan daarbij? Nou, dan kom ik weer terug op de capaciteiten op het spoor. Maar goed, dat heb ik al gezegd. En wat ik ook belangrijk vind, is natuurlijk, het moet competitief zijn. He, dat is al een paar keer hier in de sessie naar voren gebracht. En er zijn wat ideeën op tafel gebracht over, kan je de verlader een aantrekkelijk pakket geven? Maar ik vind dat dat echt vanuit de spoorvervoerders zelf ook moet worden opgepakt en moet worden bedacht. En die efficiëntie moet komen vanuit de spoorvervoerders zelf. Ik zeg wel eens heel gekscherend tegen de spoorvervoerders, je zou je eigenlijk meer als wegvervoerder moeten gedragen. En concepten aanbieden die flexibel zijn, kleinschalig voor kleinere verladers ook. En die te vergelijken zijn met wegvervoer en hetzelfde effect hebben. En daar moet je op focussen.
Eerder werd gezegd dat de last mile, dus het laatste stukje natransport in zo'n spoorroute, vaak duur is. Maar probeer je daar meer op te concentreren om daar een wat meer competitieve prijs voor aan te bieden. En ook invloed te hebben als spoorvervoerder op het wegvervoer. En, het nemen, en misschien wat samen aanbieden van spoorvervoer en wegvervoer. Daar zie ik veel meer kansen in dan subsidies of belastingen. Maar een stokpaardje van mij blijft altijd dat de infrastructuurverheffing op het spoor door verladers en spoorvervoerders heel kritisch bekeken moet worden. En die kan niet laag genoeg zijn wat mij betreft. Nee. Nou, waardevolle suggesties en ideeën, Pieter. Binnen de Raad van de Spoorverladers, waar jij voorzitter van bent, zitten natuurlijk veel grote verladers, maar ook verladers uit het MKB. Welke behoeften zie jij bij deze groep om ook op het spoor met hun goederen te gaan? Ja, dat is interessant. Dat lijkt heel veel. Dat is echt toegespitst op kleinschalige projecten om voor MKB bijvoorbeeld containers per spoor naar laadplaatsen en transitplaatsen te brengen. En van daaruit verder over het spoor te vervoeren. Daar zit een stukje eerst wegtransport in. En daarna kun je naar containerterminals in het land, die dan niet voor binnenvaart zijn, maar juist voor spoorvervoer, om van daaruit je klant te gaan beleveren. Dat fijnmazige netwerk, daar moeten we goed op letten in Nederland, om dat weer op te bouwen, verder uit te breiden en daardoor dus multimodaal transport uit te voeren. En dat vinden kleine verladers heel interessant. En ook door zo'n concept kom je bij de flexibiliteit van de wegvervoerder en die moet je evenaren. Dank. We gaan even weer terug aan tafel. Jay, jullie hebben in Moerdijk een eigen spoorgoederentafel. Ja. Hoe draagt dat bij aan het succes voor het spoorgoederenvervoer in Moerdijk? Ja, we hebben vooral veel gehoord over de last mile. Maar we zijn last mile, maar ook de first mile. Ja. En om railspoor, het spoorproduct beter te kunnen promoten, maar ook goed te kunnen kijken naar welke kansen je kunt pakken, is belangrijk dat je begrijpt wat er kan en wat er nog moet gebeuren. En wij brengen aan tafel de verladers, de vervoerders, de terminals, maar ook ProRail zit aan tafels, om te kijken welke kansen we nog kunnen maken, pakken, om het spoor verder uit te breiden, maar ook welke projecten we moesten pakken, om te zorgen dat we de groei konden gaan doormaken. En ik denk dat dat het belangrijkste is, en dat doen we al sinds 2015, en dat doen we nog steeds, volgende week staat de volgende alweer gepland, om gezamenlijk, dat is de samenwerking, gezamenlijk te kijken wat we nog moeten kunnen doen om het spoor verder een succes te kunnen maken. En heb je voorbeelden van wat dat oplevert? Als misschien succesverhalen van dat overleg, wat dat concreet ook betekent? Als we kijken naar de afgelopen jaren hebben we een groei doorgemaakt van bijna 40% ten opzichte van 2015. Dus als het gaat over grote volumes. Maar ook als je kijkt naar afgelopen jaar, heeft iedereen natuurlijk last gehad van de stromen door corona. De coronadip in de maanden april, mei en juni. Die hebben wij ook gezien. Maar uiteindelijk zijn we het jaar afgesloten met een minimale groei van een kleine 0,2%. Dus we hebben het gelijk gehouden. Maar we zien zelfs dat de beladingsgraad verbeterd is. Want het volume is met 9% gestegen in tonnen. Dus ook dan laten we zien dat we nog steeds gewoon een succes kunnen maken van het spoor in Moerdijk. Dat is een enorme groei de afgelopen jaren. Ja. Hoe zie jij, welke plek neemt het spoorgoederen voor in de strategie voor de toekomst voor Moerdijk in? Ja, een hele primaire. Voor ons is de short sea kant erg belangrijk. En om dat goed te kunnen ondersteunen, hebben we het railproduct nodig. En in de afgelopen jaren hebben we nog projectmatig nog wat mooie stappen kunnen maken. Hè. Dus we hebben slimmer kunnen acteren op de first mile en de last mile door minder tijd en ruimslot te maken. Ik denk dat daar ook, zeker in de derde sessie vandaag, naar smart sensoring, dat een hele belangrijk element is. Hoe kunnen we nog beter gebruik maken van de infra om het infra op orde te krijgen? Maar we hebben nu ook, waar Arno op duwde, sinds deze maand een groot succes dat we 3 sporen hebben op onze containerterminal van 740 meter. En daar maken we onszelf klaar eigenlijk voor de toekomst om die volgende stap te kunnen maken. Dus ik kijk uit naar de grote percentage en die 25% daar een groot aandeel in te krijgen in het spoor als Moerdijk. Hartstikke goed. Arno, nog een laatste vraag aan jou. Jullie zitten als Lineairs ook aan die spoorgoederentafel in Moerdijk. Jullie zijn recent een nieuwe verbinding opgestart, van Moerdijk naar Antwerpen. Hoe komt zo'n verbinding tot stand en waar loop je dan ook tegenaan? Kijk, ik denk dat je moet vooral goed
in contact blijven met de markt. Dan weet je wat er leeft, dan weet je wat de behoeftes van de markt zijn. En daar kun je je productdesign op afstemmen. Dat is ook zo gebeurd met de nieuwe verbinding Moerdijk-Antwerpen. Wij hebben als Linias natuurlijk hubs in Antwerpen, een grote hub van ons. Maar ook in Rotterdam en in Recklinghausen in het Roergebied. En al deze hubs die geven aansluiting op ons Green Express netwerk. Wat kwalitatieve, snelle en betrouwbare verbindingen zijn naar het hinterland in Europa. Ja? En dat is ook voor de verladers van Moerdijk van belang. Daarnaast is het zo dat je de verladers ook moet informeren. Je moet niet alleen dus de informatie vanuit de markt halen, maar de markt ook voorzien van informatie. Wat is er allemaal mogelijk met spoorgoederenvervoer? Wat kun je bieden als vervoerder voor die bedrijven? Daarnaast is het opzetten van een nieuwe verbinding. Daar zitten altijd investeringen aan vast. Hè? Zowel voor de vervoerder, maar ook voor de verlader. En dat doe je samen. Hè? Risk sharing is wat mij betreft part of the deal, ja. Altijd. Hè? Samen optrekken, samen tot een succes maken. En dat doen we bij Linias. We proberen altijd maximaal met de klant mee te denken en vooral in oplossingen te denken. Nou, dat is ook hartstikke mooi. Oké, we hebben een flink aantal vragen van jullie gekregen. Heel veel dank daarvoor. We kunnen nog twee, drie behandelen. De eerste vraag voor Pieter van Tongeren. Hoe kunnen we verladers toch stimuleren om voor spoor te kiezen terwijl wegtransport onder kostprijs rijdt vanwege de terugkeerplicht Europees Mobility Package? Hoop dat je de vraag begrijpt, Pieter. Ja, hoe kunnen we verladers toch zover krijgen om op het spoor te gaan? Ik wil dat eigenlijk gewoon beantwoorden, niet zozeer gericht op dat wegvervoer, die opmerking over het wegvervoer, maar veel meer. Geef de verladers aan, zoals net vanuit Linea's ook is gezegd, geef gewoon aan wat de mogelijkheden zijn. Ben flexibel als spoorvervoerder, of het nou een grote spoorvervoerder is of een wat kleinere. En ben ook competitief met je prijs en probeer daar je op te richten. Maar ik vind als verlader vaak het concept veel belangrijker dan de prijs. En de mogelijkheden van spoorvervoer om de CO2 positief te beïnvloeden vind ik veel belangrijker dan de prijs. Ja. Dus wij zijn een verlader die daar belang aan hecht. CO2 en concept en niet altijd alleen maar naar die prijs kijken. Dus dat zou ik zeggen. Dankjewel, Pieter. Er is ook een vraag voor Jay. In de chat wordt gesteld of er nieuwe spooraansluitingen komen in Rotterdam om de last mile via de weg te voorkomen. Hoe zit dat in Moerdijk? Ja, we zijn continu bezig met meer verbindingen te maken. Nou, kort geleden zijn we gestart ook naar Antwerpen met Linea's. En wat we vooraf zien is, omdat we zo consistent bezig zijn met de focus op spoor, dat het ook een platform wordt om nog meer te gaan doen. Dus hoe meer spoorlijnen je al hebt of spoortrajecten je al hebt, ja, hoe meer verbindingen er uiteindelijk ook ontstaan. Dus ik kijk uit naar de komende jaren, dat gaat alleen maar meer worden. Oké. Nog een vraag voor Arno. Moet er niet een Europese deadline komen voor harmonisatie, voor een goede doorstroming binnen Europa? Nou, wat ons betreft als vervoerders, denk ik, zitten wij al jarenlang daarop te drukken. Volgens mij is die deadline eigenlijk al gepasseerd. Hè? En het is ook goed dat Wim onze belangen daarbij in Brussel vertegenwoordigt. Ik zou nogmaals willen terugvallen op geen woorden maar daden. Dus laten we nou echt die barrières in Europa weghalen, zodat dat seamless transport, hè, dat grenzeloos transport, dat het kan gaan plaatsvinden. Helemaal goed. Dan ronden we af ook met nog een opmerking over de mooie en positieve campagne Real Freight. The Future is Ours, heeft een van de kijkers geschreven. Maar dan wel graag eens een tip, ondersteunen door zichtbare innovaties. Nou, dat kunnen we ook mooi meegeven aan Steven in de verdere en Carolien in de uitwerking van de campagne. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste talkshow van het Spoorcongres 2021. Alle seinen staan op groen. Ik bedank u hartelijk voor het meedoen en mijn gasten in de studio voor het gesprek. De tweede talkshow met opnieuw tal van interessante sprekers uit de spoorgoederensector start om 14:00 vanmiddag. Centraal staat dan het thema barrières en kansen van het spoor, wie wint. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, doe dat dan snel via www.spoorcongres.nl.
Ik zie u graag terug om 14:00 bij Talkshow 2.